gaat rijden tegen Toshiyuki Kuroiwa. En dan zijn we gevorderd tot rit nummer 9 in de wetenschap dat Van Velden nog altijd de snelste tijd heeft. Dat Arie Loef werd verslagen door de Pola Brakjevic. Loef eindigde in 1.20.23. En dat er, als we met de negende rit van start zijn gegaan, nog maar 5 rijders onder de 1.20 hebben gereden. En dat zegt alles. Het zijn alle belabberde omstandigheden. Een WK-sprint onwaardig. En we moeten zo langzamerhand concluderen dat schaatsen een indoorsport is geworden. Want op dit schuurpapierijs gaat het echt niet. 17.71, de opening van Shakshakbayev. Iets sneller dan Van Velden. Shakshakbayev staat 6e in het klassement. Hij heeft een marge van 3/10 seconden ten opzichte van de tijd van Van Velden. Dat mag hij dus bespelen op onze landgenoot om voor te blijven. En dat is het belang voor Shakshakbayev en voor ons van deze rit. Kuroiwa heeft natuurlijk andere belangen. Die staat 3e in het klassement en wil dat graag zo houden. En wellicht heeft hij nog eens in achterhoofd dat hij 2e kan worden. 46.38. De snelste tussentijd tot nu toe. 4/10 sneller dan Van Velden. Maar u ziet het ook, het ijs is verre van optimaal. Ze hebben de machine eroverheen gestuurd in een dweilpauze. We hebben natuurlijk niet gedweild vanwege de eerste riem in de regen, maar een klein beetje geschaafd. Daar is het ijs niet beter van geworden. Kuroiwa gaat de rit winnen tegen Shakshakbayev in 1.18.85. En dat betekent dat Van Velden dus nog altijd de snelste is. Boep, en daar gaat Kuroiwa. 1.19.41 de tijd voor Shakshakbayev. En dat betekent dan weer dat Van Velden Shakshakbayev in het klassement voorbij is.